is een mooi begin. Begin? Eerste stap. Heb je geen zin om vanavond bij me langs te komen? Ik weet niet. Hier hebben we nooit tijd om eens echt te praten. Hij reageert op de cefalosporine. Weet dokter Kouwenberg het al? Die is al weg, maar vanmiddag was hij voorzichtig optimistisch. Voorzichtig optimistisch? Dit is toch fantastisch? Het medicijn, het werkt. Frank, hou vol. Je gaat het nu redden. Ik weet het. Die waarschuwt voor voortijdig optimisme, maar zijn koorts is gezakt en het lijkt een heel stuk beter te gaan. Fantastisch. Ja, het nieuwe antibioticum, dat schijnt effect te hebben. En zijn toestand is nu stabiel. En hij haalt rustig en regelmatig adem en hij heeft zelfs al een paar keer zijn ogen geopend. Oh, jongen. Ja. Wat? Franks koorts is gezakt. Is hij al bij geweest? Nee, pa. Ja, hij heeft al een paar keer zijn ogen geopend. Is het nog te vroeg om daar verder iets over te zeggen, maar hij kan moeilijk praten natuurlijk vanwege dat buisje in zijn keel, maar we moeten hem nog even tijd gunnen, maar het gaat echt een heel stuk beter. Oh, Ed is een genie. Ja. Heeft Ed nog wat gezegd? Je moeder vraagt of Ed nog wat gezegd heeft. Nou, niet meer dan ik net al zei, maar je kon wel duidelijk zien dat hij ook ontzettend opgelucht was. Dat is natuurlijk toch een groot risico, zo'n nieuw medicijn. Ja, maar Ed weet echt wel wat hij doet. Ja. Weet Margot het al? En Daphne? Nou, maar gooi. Ik heb het niet meer gezien. En Daphne die kreeg het nogal te kwaad toen ze het hoorde. Maar ja, je kent haar. Stakker, ja, die is natuurlijk bang voor valse hoop. Ja, ja. Jongens, wat drinken we? Wat drinken we? Rondje van de zaak. Mijn dienst zit er zo op, dus ik ga nog even bij Frank langs en dan kom ik gelijk naar jullie. Ja? Bob zou ook nog even langs komen, want ik moet weer vieren, hè? Ja. Tot zo! Tot zo! Zuster, ja? Is er iets wat ik voor u kan doen? Ja, wat ik u vragen wou. Klopt het dat Frank dus niks kan zeggen zolang hij dat ding in zijn keel heeft? Ja, maar dat is maar een kwestie van een paar dagen. Ja, maar tot die tijd kan hij dus helemaal niks zeggen. Daphne? Mevrouw Reitsma vraagt zich af wanneer haar man weer kan gaan praten. Nou, zodra hij zonder kan, halen we die buis uit zijn keel. Maar nu kan hij dus helemaal niks zeggen. Nee, zolang hij beademd wordt, krijgt hij een spierverslapper. Anders zouden de spierbewegingen. Ja, Victor, laat maar, daar begrijp ik toch allemaal niks van. Waar het mij om gaat, is gewoon dat ik het vreselijk zou vinden als hij in staat zou zijn om iets te zeggen en ik daar dus niet bij zou kunnen zijn. Snap je? Het is toen die gynaecoloog botweg tegen me zei dat hij onder geen beding een poster van Frank in de gang van zijn afdeling wou, ben ik langs al zijn patiënten gegaan. En nu heeft iedereen een poster boven zijn bed hangen aan hun privéprikborden. Ik ben benieuwd wat Frank zegt als je hem dat straks vertelt. Ja. Heb je trouwens enig idee, Pim, wanneer Frank weer volledig tot bewustzijn zal komen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Als eerst die longontsteking maar achter de rug is. Ja. Ik wil bij hem zijn als dat gebeurt, Jan. Ik wil dat we dan samen aan zijn bed staan. Ja, natuurlijk, schat. Allicht. Alleen ik denk niet dat Frank op ons zal wachten als het eenmaal zover is. Komt hij er echt helemaal bovenop? Nou ja, het ziet er allemaal positief uit. Maar ja, die verlammingsverschijnsel, hoe dat nou zit, ik weet. Ja, Frank kan zijn campagne makkelijk vanuit zijn bed runnen. Ja, de fysiotherapeuten doen wonderen. Als je ziet wat die tegenwoordig met die nieuwe methodes voor elkaar krijgen. Of die kan lopen of niet,
Frank kan zijn twee vingers in de lucht steken om de eet af te leggen. Dat garandeer ik je. Zo mag ik het horen. Ja, dat zit in mijn genen, pap. Waarom ga jij niet even liggen? Je bent doodop. Je hebt vast vannacht geen oog dicht gedaan. Maar ik kan ook geen oog dicht doen. Ja, en trouwens, we moeten weer aan de campagne gaan denken. Caffeine is wat je op de been houdt. Nog iemand? Hop. Nee, dank je. Wil jij niet nog wat? Echt niet. Toen jullie klein waren, Frank en jij, hadden jullie altijd honger als een paard. De stapels boterhammen die ik voor jullie heb staan smeren. Hallo. Hey. Hey. Kijk eens. Wat lief. Is dat niet wat overdreven? Vind ik niet. Op een dag als vandaag. Ze zijn prachtig. Ik ga ze gelijk in het water zetten. Even op zoek naar vazen. Ga je helpen. Ontzettend lief van je. Ik was denk ik net zo opgelucht als jullie. Hey, Frank heeft vannacht zijn ogen al een paar keer open gedaan. En je vader zegt dat er een kans bestaat dat hij nu uit coma komt. Zal ik je waarschuwen als het zover is? Ja, ik heb geen dienst, maar bel me thuis. Maar, oh nee, ik ga zo naar Benny. Oh? En wanneer ben je dan weer thuis? Geen idee, ik weet niet wat voor plannen Benny heeft. Nou, ik vind je wel. Ze zijn beeldschoon. Eens kijken, waar zal ik ze neerzetten? Toen ik die witte lelies zag staan, moest ik gelijk denken aan de tijd dat ik nog op de lagere school zat. En hier tussen de middag mijn boterhammetjes kwam eten. In mijn herinneringen stond er toen altijd een vaas witte lelies in de hoek. Boterham met jam en een boterham met ham. Ik durf dit eigenlijk nooit te zeggen, maar... Die boterham met ham kreeg je bijna niet door je keel. Precies. Je dacht je dat ik dat niet wist. Maar je vader had tegen me gezegd dat alleen zoetigheid niet goed was voor een kleine opgroeiende meid. Meen je dat nou? Ja. En dokterswil is wet. Dus het lag aan pa. Mm-hmm. Waar wil je deze hebben, mam? Oh, ze staan overal prachtig. Maakt niet uit. Zet maar ergens neer. Margot, jij zou me straks ook even kunnen helpen. Wat is er dan? Nou ja, het is koopavond en ik wil een cadeautje kopen voor Jannes. Ja, als oom moet je af en toe iets leuks doen. En hij heeft wat te vieren, hè? Nu het zo goed gaat met Frank. Ja, ik heb alleen geen idee wat. Ik was van plan langs wat speelgoedzaken te lopen. En dan dacht ik... Heb je zin om mee te gaan? Maar dat weten ze in zo'n winkel wel, hoor. Als je ze vertelt hoe oud Jannes is. Ja, maar dan kennen ze Jannes toch niet? Niet echt persoonlijk, bedoel ik. Ik zou dolgraag willen, maar ik heb al een afspraak. Hé, hey, ander keertje. Ja. Goed? Goeie muziek. Hoe kom je hier aan? Nog nooit van gehoord. Mag je wel hebben. Meen je dat nou? Hier. Deze is ook wel leuk. Die dingen zijn hartstikke duur, joh. Ik vind het leuk om ze je te geven. Benny, ik weet niet. Ik wil niet dat je... Nee, nee. Geen verplichtingen. Hoewel. Is er wat? Zullen we iets gaan doen? Ergens heen gaan. Waar wil je naartoe dan? Ik weet niet. Ik heb alleen het gevoel dat als we hier blijven... Ik wil je niet teleurstellen, Benny. René, maak je niet zo druk. Ik hou van je. Ik ben gevleid, Benny. Echt alleen... Alleen, je kunt niet hetzelfde tegen mij zeggen. Als er iemand is, dan ben jij het. Maar... Hé, ik heb geduld. Ik snap niet wat je in me ziet. Laat dat nou maar aan mij over. Nee, ik ben verlegen, afstandelijk. En in gezelschap van vreemden, dan voel ik me doodongelukkig. Ja, maar wij zijn toch geen vreemden meer voor elkaar? Vertrouw je me? Dan wordt het toch tijd dat we elkaar wat beter leren kennen. En misschien kom je tot de ontdekking dat we wel iets meer voor elkaar kunnen zijn dan vrienden alleen. Wat lach je? Ik bedenk me dat je nu zo anders bent dan de eerste keer dat ik je zag bij je ouders thuis in de kroeg. Wat dacht je aan? Aan Frank. Er is een moment geweest dat ik bang was dat hij het niet zou halen. Dat meen je niet. Jij?
Ja, ik voelde hem wegzakken. Niemand die er ook maar iets aan kon doen. Dat is beangstigend, hè? Ja, ik zou niet weten wat ik zou moeten als ik niet gehaald had. Ik ben hier aan begonnen omdat ik dacht dat er een verhaal in zat. Jij wilde Frank aan een schandpaal nagelen. Maar inmiddels is het een wat ander verhaal geworden. Je hebt het licht gezien en je gaat ons programma steunen? Nee. Al moet ik toegeven dat ik wel in deze familie geïnteresseerd ben geraakt. En dan in één dochter in het bijzonder. Ik heb jullie zo met elkaar bezig gezien, hè? Jij en je familie. Die sterke band. De zorg die jullie voor elkaar hebben, dat fascineert me. Ik zou wel eens willen weten wat dat precies is, hè? Hoe dat werkt. Dat snap ik nou niet van jou, hè? Soms zeg je de aardigste dingen en dan opeens ben je hartstikke cynisch alsof je het allemaal niet vertrouwt. Misschien is dat ook wel zo. Jij denkt dat wij misschien stiekem een hekel aan elkaar hebben en alleen maar de schone schijn ophouden voor de buitenwereld. Nee, dat bedoel ik niet. Ik vraag me gewoon af wat het is wat jullie zo bij elkaar houdt. Hier, neem nou Frank bijvoorbeeld. Zo op het eerste gezicht een modelzoon. Een aardige, enthousiaste, jonge vent door iedereen bewonderd. De eerste oprechte politicus. Maar zo simpel zit die wereld niet in elkaar, Margot. Mijn wereld in ieder geval niet. Moet jij alles zo analyseren? Kan je nou niks nemen voor wat het is? Ik weet het niet. Ik heb zelf nooit familie gehad. Misschien dat ik me er daarom maar zo moeilijk in kan verplaatsen. Is er iemand waarvan jij houdt? Ja, tuurlijk. Nee, iemand waar je werkelijk van houdt. Iemand die in staat is om je te kwetsen. Is het noodzakelijk om gekwetst te kunnen worden? Als je van iemand houdt, dan kan die persoon je ook pijn doen. Ken jij zo iemand? Eén. Misschien twee. Oh, die zou ik wel eens willen ontmoeten. Oké. Maar dan gaan we nu wel naar een andere kroeg. Oké. Wat is het toch een schat, hè, die René? Ja, meestal heb je niet eens door dat ze in de kamer is, maar ze kan verdomd aardig zijn. Het is misschien gek, maar toen ze met die bloemen binnenkwam, toen wist ik opeens zeker dat Frank beter zou worden. Is ze met Frank? Hey, daar ben je. Al die tijd in het ziekenhuis geweest? Ja, ze zeggen dat het wel heel goed met hem gaat. Wat zei je nou over Frank? Nou, toen jij in het ziekenhuis kwam, toen kwam René binnen met al die bloemen. En dat gaf me zo'n blij gevoel, een soort bevestiging dat Frank weer beter wordt. Ja. Het was heel gezellig. Bob was ook nog hier. En het was sinds lange tijd dat ik me weer even heel blij voelde. Oh, nou, dat heb ik... En met Engel? Meneer Reitsema, met Irene de Vries. Ja, ik kan u niet goed verstaan, een ogenblik. Moment. Ja? Meneer Reitsema, u spreekt met Irene de Vries van het Beatrix ziekenhuis. Zuster de Vries. Dokter Kouwenberg heeft me gevraagd te bellen. Uw zoon lijkt bij kennis te komen. Dokter Kouwenberg heeft hem net onderzocht en hij schijnt te reageren op geluiden. Frank reageert op geluiden? Ja? Ik kom er net vandaan. Meneer Reitsema, dokter Kouwenberg vroeg me dat u te melden, omdat hij denkt dat uw zoon nu ieder moment... We komen eraan. Bedankt voor het telefoontje, zuster de Vries. Ed zegt dat Frank elk moment kan bijkomen. Ik moet er naartoe. Ik moet naar Frank. We kunnen samen gaan. Daphne? Waarom is vrienden zijn niet genoeg? Het zou toch leuk zijn als het wat meer was? Toch? Hey, ik doe niets wat je niet wilt. Als je vindt dat ik te ver ga, dan zeg je gewoon stop. Stop? Ik ben nog niet eens begonnen. Benny, het is niet dat ik je niet aardig vind. Je moet me een beetje vertrouwen. Ik hou van je. En ik geloof dat je hier niet zou zitten als je ook niet een beetje om mij zou geven. Nee, Benny, stop. Je zei dat je zo stop. Nee! Oké, het is al goed. Nee, het is helemaal niet goed. Het spijt me. Denk nou niet dat het aan jou ligt. Jawel, ik draaf weer door. Het ligt niet aan jou. Wat dan? Het is niet dat ik niet met je wil vrijen. Nee. Er is iets mis met me. Je moet me geloven, het heeft echt niks met jou te maken. Ja, moet ik dat nou geloven? Ik snap er niets van. Het ligt aan mij. Als er iemand is om wie ik geef, dan ben jij het. Alleen... Alleen wat? Wat is er dan met je? Ik...
nou? Ik kan me niet voorstellen dat het iets is wat we niet samen kunnen oplossen. Nee, maar ik schaam me zo. Dit... Hé, je vertrouwt me toch? Goed. Ik heb niet het gevoel dat ik hier echt welkom ben. Er komen hier niet zo vaak vrouwen zoals jij. Maar maak je maar geen zorgen, ze doen geen vlieg kwaad. Is het je stamkroeg? Soms. Het is wel wat anders dan bij jouw ouders, hè? Maar je woont hier toch helemaal niet in de buurt? Ik ben hier opgegroeid. En die mysterieuze persoon die ik ga ontmoeten is hier? Hallo. Pilsje. Een cola. Bomberon. Die mysterieuze persoon is hier nog niet. Maar weet hij dat jij hier bent? Wisten zij? Nee, hij weet niet dat wij hier zijn. Ja, hoe weet je dan dat hij komt? Omdat hij hier minstens 1 keer per dag komt, tussen 5 en 10 uur. Als hij voor 10 uur niet geweest is, is hij of ziek, of hij heeft weer ruzie met Mieke. Zijn vrouw? Zijn vriendin. Al jaren. Hij is in ieder geval trouw. Alsjeblieft. Toen jij mij zo even vroeg wie er belangrijk in mijn leven zijn, toen dacht ik aan die paar mensen op wie ik blindelings kan vertrouwen. En die me trouw zijn gebleven, ongeacht wat ik uitvat. Dat is heel wat. Klinkt bijna als familie. Nou, als je het zo bekijkt, dan is dit een broer van me. Ik ben benieuwd. Wie is het dan? Joop Hekelaar. Voor sommigen Joop de Knast. Maar dat verzin je. Ik ben journalist, hè. Ik hou me aan de feiten. Knast, hoe komt jij zo'n rare bijnaam? Ik ken Joop uit het tehuis. Hij was mijn eerste vriendje toen ik daar kwam wonen. Dankzij hem werd ik binnen een dag door de rest van de kinderen geaccepteerd. En we zijn daarna eigenlijk elkaar nooit meer uit het oog verloren. Alleen hij is een iets andere weg opgegaan dan ik. Hij heeft nogal wat jaren in de gevangenis doorgebracht. Vandaar de Knast. Mooie vrienden heb jij. Dat hij gedaan. Maar Joop zelf houdt het op een misverstand. Maar het verhaal gaat dat hij op een keer de kroeg uitliep. En iemand die zijn auto aantrof die hij helemaal niet kende. En die ook nog bezig was zijn autoradio te slopen. En die heeft toen een pak op zijn donder gegeven. Nou, wel iets meer dan dat. Die vent is er nooit meer helemaal bovenop gekomen. Nee. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is geweest. Hé, zin in een spelletje? Goed. Ik kan alleen niet te lang blijven. Ik wil vanavond nog even bij Frank kijken. Ik zal zo met 1 hand spelen. Zo. Lang niet slecht. Heb je het naar je zin? Volgens mij ben je iemand die niet tegen zijn verlies kan. Dat moet jij nodig zeggen. Nou, als je toch niks uit, dan kan je eens goed niet spelen. Het maakt me wel degelijk uit. Ik geloof je. Juf van Elst. Is hier nog niet opgehangen? Hey, Joop. Waar zit jij de laatste tijd? Ik probeer je al weken te bereiken. Mieke die wil weer dat je komt eten. Op de krant ben je nooit, hè? En bij thuis krijg ik steeds dat verdomde antwoordapparaat. Ik haat die dingen, dus ik spreek ook niks in. Wie is dat? Iemand die je moet leren kennen. Margot, dit is nou Joop. Joop, Margot Reitsema. Dag, hoe maak je het? Ik heb al veel over u gehoord. Nou, zeg maar Joop, hoor. Goeiedag van Els. Ja. Dat is een dame met cultuur, hè? Wat moet die met een schoft als jij? Ik weet niet waar ik moet beginnen. Bij het begin? Ik ben bang dat ik niet helemaal normaal ben. Nou, wat een onzin. Nee, echt. Ik ben bang voor iedere vorm van intimiteit. Zelfs met jou. Je bent lief en aardig. En ik geloof je als je zegt tegen me dat je van me houdt. Maar er is iets mis met me. Wat dan? Elke keer als ik in een situatie beland, zoals nu. Als ik me aangetrokken voel tot iemand, nou, dan raak ik in paniek. Heb je daar altijd last van gehad? Ik ben 24. Ik heb daardoor weinig ervaring met jongens. Dat is wel ongebruikelijk, maar dat is toch niks abnormaal? Nee, je begrijpt me niet. Er is vroeger iets gebeurd. Wil je erover praten? Weet ik niet. Als het iets is wat tussen ons instaat, dan moet je het me misschien vertellen. Ik zweer je dat het tussen ons blijft.
Toen ik op de middelbare school zat, kon ik goed opschieten met een leraar van me. We waren vrienden, tenminste, dat dacht ik. We zagen elkaar heel vaak, ook buiten school. Mijn vader was erop tegen, trouwens, iedereen was erop tegen. Maar omdat we het zo goed met elkaar konden vinden, bleven we elkaar zien. Hoe oud was je toen? 15. En op een gegeven moment wilde die meer? Ja. Ik had het gevoel dat ik hem dat niet kon weigeren, dus deed ik dat maar. Ik werd er helemaal ziek van. Heb je hem niet gezegd dat je dat niet wilde? Jawel. Maar hij zei dat dat gevoel over zou gaan. Dat er in het begin bij hoorde. Ik weet nog dat hij zei... Niemand vindt zijn eerste whisky lekker. Het is een lul, zeg. Op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer. En toen ben ik naar een andere school gegaan. Maar heb je hier nooit met iemand over gepraat? Ook niet met je vader? Juist met hem niet. Hij was er toch al zo op tegen. Nee, ik heb tegen hem gezegd dat ik ongelukkig was op die school en daarom ergens anders naartoe wilde. En hij wilde niet weten hoe dat kwam? Hij had het veel te druk met zijn werk. Hij had wel andere dingen aan zijn hoofd. Zeg, bij al die tijd heb je daar alleen mee rondgelopen. Hoe lang heeft het al met al geduurd? Ongeveer 7 maanden. Zie je, daarom raak ik iedere keer in paniek. Iedere keer als ik iemand aardig vind en hij komt te dicht bij me... Dan moet ik weer aan hem denken. Ben je nu teleurgesteld? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het heel naar voor je. Er moet toch iets aan te doen zijn? Misschien dat je eens met een psycholoog moet praten. Nee, dat wil ik niet. Niemand mag dit weten, hoor je me? Ik denk dat ik maar beter naar huis ga. Maar waarom? Ja, omdat nou de lol er wel vanaf is. Nee, het gaat toch niet alleen om de lol. Ik hou van je. Ga nou niet weg. Laat me in ieder geval naar huis zien. Alsjeblieft, maak het me toch niet zo moeilijk. Wat heel apart. Ja, Joop is wel apart. Maar dat niet alleen, maar ook dat je mijn kijkje in je verleden hebt laten nemen. Waarom niet? Oh, je vriend zegt dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat je daar iemand mee naartoe nam. Hij heeft me ervan overtuigd dat ik iets heel bijzonders voor je moet betekenen. Dat je me in dat stuk van je leven toelaat. Je schijnt het in de regel nog altijd beschermen. Je moet niet alles geloven wat Joop zegt. Wie had dat nou gedacht? Dat er zoveel gevoel achter zo'n bikkelharde journalist zou schuilgaan. Ik bel je. Ja, wacht niet te lang. Daphne, ben je nog hier? Is er iets met Frank? Ja, ze zeggen dat hij ieder moment kan bijkomen. Ik word gek van de spanning. Ik houd er binnen niet meer uit. Wat? Fantastisch. Ja. Mam, pap, Daphne zegt dat hij bijkomt. We zochten jou. Ed zegt dat hij steeds duidelijker op geluiden reageert. Laat hem maar merken dat je daar bent. Frank? Frank? Ik ben het, Margot. Frank, kun je me horen? Frank. Frank. Soms een klein gevaar brengt je onverwacht. Dan weet je dat je verder moet. Er wordt op je gerekend. En je beseft het dan pas goed wat dat voor jou betekent.